Hallo allemaal, mijn naam is Geld en leuk dat je allemaal weer kijkt en luistert naar etappe 3 van de Tour de France Femme AVEC Swift 2023. Die ging van Cologne-Larue naar Montignac-Lascaux. 147,5 kilometer, net als de vorige etappe is het gelijk vanaf het begin omhoog en daarna in het eerste deel van de etappe. Redelijk korte klimmetjes van rond de 5% gemiddeld en, uh, nog met, uh, en met nog 50 kilometer gaan achter elkaar. Twee beklimmingen van de vierde categorie, waarvan er één beste... Is gemiddeld 6% met nog steilere stukken erin. Maar tegen het einde is het wel nagenoeg vlak naar de finish. En probeerde vanaf de start ook rensers. En probeerde ook vanaf de start rensers weg te rijden. Maar uiteindelijk slaagde alleen Catherine Hannes van IF erin. Ik vond het vrij karig dat hij één renser vanaf het begin weggeeft. Want in deze etappe zou je als teams buiten sd Works en DSM, die de snelste sprinters hebben, met Vibussen en Cold zo moeilijk, hun het zo moeilijk mogelijk moeten maken. Zodat ze bij DSM en sd works moeten achtervolgen. En tegen het einde niet genoeg rensers meer over hebben om te controleren. En ook of om, voor, om ervoor te zorgen dat ze dan zelf iets uit de, de etappen gaan halen: de renners buiten SD en de DSM, of de sprinters van de ploeg. Op het moment dat de live beelden er waren, was Hammers van IFV ingerekend. Maar net als in de vorige etappe, toen de live beelden er waren, was er een aanval van Jaren Kastelein na Julie van de Velde. Dat was meer voor de bergpunten. Kastelein pakte ook die bergtrui in de etappe van eergisteren. En zo probeerde Phoenix de Koning ook vandaag weer bergpunten te pakken. Nu met Julie van de, van de Velde, die kort stond in dat bergklassement op plek 2. Achter haar ook was het volgens mij met één puntje in het en in deze etappe was het dus Julie van der Velde die aanviel om meer bergpunten te pakken. En ik moet zeggen dat ze dat echt goed doen bij Phoenix de Koning. Om echt een doel te maken van die bergtrui. Het is denk ik wel tijdelijk. Want degene die zaterdag als eerste over de top van de Tourmalet. dus eigenlijk die etappe wint, ja, die pakte automatisch de bergtrui helemaal. Nu Kasselijn en Van der Velde punten een beetje met elkaar hebben gedeeld. In uh, die eerste drie dagen. Dus het zal wel heel erg lastig worden voor hun. Om uh, genoeg punten te pakken. Tegen de tijd dat de Tourmalet... En dat ze dan de willen pakken. Maar het is in ieder geval uh, gewoon uh, goed dat ze dit uh, doen. Om te uh, proberen zo lang mogelijk in de bergtrui te rijden. En je staat ook na elke etappe op het podium. Van der Velde had een voorsprong van 20 seconden. Met nog 55 kilometer gaan. Ze pakte de meeste bergpunten in deze etappe. En zo mocht ze de bergtruien aantrekken na deze etappe. Ik vond het heel slim van de andere renners van de Phoenix de Koning. die probeerde de punten weg te pakken voor Koster, die ook goed in had, bergklasse, mensen dat bergklassement staat. Eerst probeerde Kasselijn een punt weg te pakken voor Koster. Dat lukte niet, maar wel de Schweinberger op de côte de Saint-Robert. Ik snapte alleen niet wat de reden was van Nia Doma om aan te vallen met nog 55 kilometer te gaan op datzelfde klimmetje de Cote de Saint-Robert, waar Schweinberger punten punt wegpakte voor Koster. Ik prijs heel erg de pogingen van Krenje Swam in de eerste drie dagen met de bij Nivia Doma en ook nog andere renners die het proberen. Het moment was goed alsof ze het ging eigenlijk voor de bergpunten en dan toch gelijk over de top een avond te plaatsen. Dus dat was goed, maar ik denk niet dat ze het had moeten proberen op dit punt in de etappe om weg te raken. Misschien een ander punt, laatste kilometer bijvoorbeeld. Misschien dacht, ook een paar, misschien dacht ze ook dat er een paar sterke renners met, met Nivia Doma mee zouden gaan, maar dat was alleen niet het geval. Zo hadden we alleen Julie van der Velde op kop en daarachter werd er niet echt doorgereden. Het was meer dat de renners van dezelfde ploeg elkaar opzochten om goed positioneren voor de finale. SD Works deed geen trabbelkop. En zo hadden de andere ploegen ook geen, niet het idee om echt vol door te gaan rijden. Dus had Van der Velde een voorsprong van op een gegeven moment van 2 minuten en 23 seconden met nog 30 kilometer te gaan. Op het punt toen het gat bijna 2,5 minuut was, begon deze vol tempo te rijden. In eerste instantie dacht ik: dit is niet het slimste om te doen. Maar ja, ze moeten eigenlijk wel de tempo rijden. Want SD Works heeft al een etappe, heeft de gele trui in bezit. Ik wil niet zeggen dat de op het niveau van Wiebus op dit moment zit. Maar ze zijn vooraf met de zeker niet kansloos in de sprint tegen Wiebus. Van der Velde toonde echt wel de kwetsbaarheid aan van de achtervolging. Want de controle was heel lastig in dat peloton van de DSM. Slim van SDWorks om dan de eerste helpers van de goal op te branden. En dan zelf in de laatste kilometers proberen dat gat dicht te rijden. Het is wel een risico natuurlijk als het niet lukt. Maar ik denk als Van der Velde nog iemand had van hetzelfde niveau met haar mee had gehad. Was het echt een hele zware opgave geweest voor SDWorks en DSM. Met nog 9 kilometer gaan was het gat 23 seconden. En 4 kilometer later was het opgelopen weer naar 35 seconden. En dat kwam omdat er een helper van de DSM Tempo aan het rijden was voor de laatste 15 kilometer ongeveer. Dus die raakte nou, logisch een beetje op. En dat was het moment waarop SD-Works echt begon te rijden met de Bredebot en de Roycer. De ploeggenoten van Julie deden het heel erg goed om die achtervolging een beetje te verstoren. Door naast de SD Works te rijden. Maar uh, dat laatste kilometer, dat een uh, stuk wat uh, nog opliep. Dat was het uh, moment waarop ik dacht: uh, echt wel, uh, Julie van der Velde gaat het uh, net niet halen. Omdat het uh, peloton, zoals je zag, met uh, veel meer uh, snelheid op dat gedeelte reed. Al is het wel zo in de laatste kilometers, als nog net iemand even een beurt overslaat, nog net niet aan de lead-out wil beginnen of het valt stil in dat peloton achter van de velden, dan worden die kansen voor haar natuurlijk alleen maar een groter. DSM die ging dat gat dichtrijden tot de laatste drie kilometer, had daarmee al heel veel renners opgebrand. En in de laatste 800 meter ging ook Fiver Georgie. want die zou normaal gesproken de lead-out doen voor Kool, echt in de laatste 300 meter. Maar begonnen nu al aan, dus op 800 meter. Wel heel slim van S.E. Works, die eigenlijk een beetje de andere ploeg aan het te proberen te lokken waren door uh, zo vroeg uh, op kop uh, te komen. En dat ze zelf uh, dat gat tot uh, 7 à 6 uh, seconden dicht hadden gereden. Hetzelfde geldt voor Lido Trek, die ook vroeg de lead-out begon met Zanguanetti voor Balsamo. En dat speelt alleen maar as die Works meer en meer in de kaart. Want op een gegeven moment kwam daar Kopecky op met in het wiel. Wiebes van de Velden passeerde ze in de laatste 200 meter. Heel zuur voor haar, maar het was een hele sterke lead-out van Lotte Kopecky En Wiebes ze kwam er op het perfecte moment uit, had de meeste snelheid en verslaat iedereen in de sprint met de gemak. Want ze wint de etappe. Kool die verloor veel posities totdat. Dat ze te vroeg op kop kwamen met de Jordi, de andere teams kwamen er overheen. Vosti wordt tweede, Koppeki heel indrukwekkend. Na die lead-out bleef ze nog doorsprinten en wordt dus derde in de etappe. Consoni vierde, Balsamo vijfde, ook prima na die lange blessure, leed en revalidatie. Melli zesde, Kool zevende, Susanne Andersen in de Noorse kampioentrui. Achtste, Paladin negen en Van der Velde dan nog tiende. Ik denk toch dat de andere teams, en dan bedoel ik op uh, DSM en uh, Trek, niet zo vroeg hun uh, laatste lead-outen uh, moeten hadden gebruiken. En tegen DSM gewoon, uh, en tegen SD moeten zeggen: knappen jullie dat uh, werk maar op in dat laatste stuk om naar uh, Van der Velde toe te rijden? Ik denk dat ze dat dan niet hadden gedaan. Maar ja, dan uh, verliezen DSM en uh, Lidl Trekken de etappe. Maar dan zorgen ze er wel voor dat uh, Van der Velden het uh, wint. Want ik had het uh, haar uh, zo gezond. Ik denk, als ze, wat ik net ook zei, als er ze iemand bij had gehad, dan had ze het. Wel kunnen redden. En helemaal als ze gebruik hadden gemaakt uh, bij uh, Phoenix, de koning voor, uh, van de velden, door uh, de aeronamische dingen toe te passen. Want die zouden echt kleine winsten kunnen maken die ze net tekort kwam. zoals de Aerofiets van uh, Canyon, uh, wielen met de diepe secties erin, Aerohelm en een uh, smalsuur. Dat maakt het klimmen. Boven de 8% net iets minder ideaal. Maar die beklimmingen waren gisteren niet zo stel. Dus die hadden echt kleine winsten nog in die finale. Die aerodynamische dingen op kunnen leveren. Dus jammer vind ik dat ze dat niet hebben gedaan. Al moet je wel natuurlijk het team en Julie van der Velden een grote applaus geven. Dat ze het zo lang hebben geprobeerd om het zo lang ook vol te houden. Ropeki blijft in de gele trui, Groot haar voorsprong nog met een paar seconden. Omdat ze dus derde werd en vier bonusseconden pakken. pakken. Vijf, 55 seconden nu voor op Lippert. En dan het grootste gedeelte van de klassementrenners. Dus de grote klassementrenners. Op 1 minuut 5 met de Mulmen. Nibia Doma, Boggini van Fleuten. De Dronenvaar en de sprinter niet voor het klassement. Vollering, Ludwig en dan Amanda Spread op 1 minuut 9. Santesterman op 1-9. En uh, Mavi Garcia Muzic. Uh, Juwe, uh, Bauerfind, uh, Persico en dan uh, Rianne Marcus en Laboe. Die staan dan uh, wat verder in het uh, klassement. Het, het puntenklassement Lotte Kopecky 125 punten, 25 voorsprong. Nu op uh, Lorena Wiebes, dat moet ze wel gaan winnen. Of uh, Wiebus dat uh, puntenklassement Moelman. Op derde op uh, 79 punten. Bergklassement dan, Julie van der Velde 9 punten. Ploeggenootje, de jaren Kastelein op 8 punten. En dan anders met 7 punten. En Koster ook met 7 punten. En het jongklassement is nog altijd voor C3. Kerbouau. Vandaag de vierde etappe van Cahors naar Rhodes. De langste in deze race. 177,5 kilometer. Ik denk dat het een ontsnapping een goede kans heeft. Vooral de finale is heel erg lastig met de beklimmingen van de derde categorie. en ook een van de tweede. Ik vind als SD Works vandaag niet voor voldringen gaat rijden, mogen ze wat mij betreft het klassement verliezen aan Van Vleuten. Want als je het vandaag niet gaat proberen met de voldringen. om bonusseconden te pakken. Proberen de etappe te winnen is dat echt een gemiste kansen denk ik want dit is het terrein waar van vleuten niet heel veel minder is dan vordering maar ze heeft niet echt die punts die Voldering in dit soort etappes wel heeft. Dus dan moet ze echt met beide handen aangrijpen bij SD Works en Voldering ook zelf. Ik denk ook dat Van Vleuten heel erg gefocust is. Ze heeft getraind op de langere inspanningen van de Tourmalet die er zaterdag aankomt en zondag de is. Dus ik zou zeggen, grijp je kans als SD Works er zijn om Van Vleuten in deze etappe op een paar seconden te zetten laatste nieuws wat ik nog even wil bespreken is het nieuws dat gisteren naar buiten kwam door de UCI. Dat Miguel Angel Lopez tijdelijk geschorst is. Vorige maand won hij nog al ritten in de ronde van Colombia behalve 1. Hij zou naar het WK gaan over een paar weken, maar nu niet meer. Hij is op non-actief gezet. Er hangt een onderzoek, want hij wordt beschuldigd van het hebben gebruikt van verboden middelen voor de Giro van 2022. Dit zat er ook al even aan te komen dat dit zou gebeuren. En ik denk dat er in de komende weken ook wel een beslissing van de ITA en de UCI of een sanctie zal volgen. Lopez en ook Quintana die stonden sowieso natuurlijk al op een zwarte lijst van alle World Tour teams en Pro -team. Want hun prestaties zijn natuurlijk goed. Maar teams willen Lopez ook niet contracteren. Ik denk dat de UCI in dit geval van Lopez ook gewoon genoeg bewijzen heeft gezien van de ITA. En van dat onderzoek om hem voorlopig te schorsen. Quintana is natuurlijk wel een aparte kwestie. Want heel veel teams willen hem wel controleren, uh, contracteren. En er zijn ook heel veel uh, geruchten naar welk team uh, hij uh, gaat. Quintana heeft uh, duidelijk natuurlijk het niveau om ergens in uh, de World Tour uh, te rijden bij een uh, ploeg. Maar teams beslissen gewoon: uh, dit is uh, niet uh, de moeite waard. Er zullen ook een paar uh, types uh, wel uh, denken. Technisch gezien is het natuurlijk geen uh, doping overtraining. Maar hij gebruikt wel iets wat uh, niet uh, toegestaan is. Tramadol komt als het goed is in uh, 2020. 24, alles 2025 ook op de dopinglijst. Dus ik denk dat de teams het gewoon moeten vermijden om Quintana te tekenen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even de blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker niet dat belletje aan te, zitten, aan te zetten. Zo blijf je op de hoogte van de komende Tour de France Femme video's die online gaan komen. En morgen ben ik natuurlijk weer graag uitgebreide de vierde etappe bespreken en ook voor uitblikken op de vijfde etappe. En vanavond dan zal de uitgebreide nabeschouwingen op de Tour van 2023 van de mannen online komen. Voor nu dus bedankt voor het kijken allemaal en voor luisteren ik zie jullie graag terug bij de volgende video. Laat